Kaudi van Avidan. U coördineert de vrijwilligers hier bij de begraafplaats Het Groenendaal, bij dit prieeltje. Waar is dit voor bedoeld? Het is bedoeld voor mensen die in een rouwperiode zitten of mensen die het fijn vinden om een verhaal kwijt te kunnen. Of iemand die ze hebben verloren, een dierbare, een luisterend oor vinden, een kopje koffie drinken of een kopje thee. Er is nu een opening van een gebouwtje, een prieeltje. Voorheen deden jullie dit in een tent die elke keer weer opnieuw moest worden opgezet. En het project wordt verder ook uitgebreid. Het is nu een aantal dagdelen, dat wordt meer, hè? Ja, klopt. We zijn begonnen met een tent. En een tent met een tafel en 6 stoelen. En een kachel in de winter. En we hebben nu inmiddels een eigen onderkomen. En we waren begonnen op de dinsdagmorgen en de donderdagmiddag. En inmiddels gaan we ook naar de woensdagmiddag en de vrijdagochtend. Er is dus best wel veel belangstelling voor. Ja, er is best veel belangstelling voor. In het begin hebben we gekeken, is er belangstelling voor? We hadden zelf een heel goed gevoel hierbij. We zijn ook naar onze collega's in Kampen wezen kijken op de begraafplaats. Daar hadden ze het al. Daar hadden ze het al en daar liep het al een jaar of 4. En we waren zo enthousiast en geïnspireerd door de mensen die het daar doen. Dat we dachten, nou, dit gaan we in Almelo gewoon proberen. En ik denk dat hier ook heel veel behoefte aan is. En dat bleek inderdaad ook. Is dat een teken van eenzaamheid dat mensen vrijwilligers van een vrijwilligersorganisatie nodig hebben voor een rouwverwerking? Het kan zijn dat mensen om zich heen niet veel mensen hebben. Of dat mensen op een gegeven moment na een aantal jaren, als hun omgeving denkt, nou, het kan wel weer, het is al zo lang geleden. Dat ze niet altijd een luisterend oor kunnen vinden in hun eigen omgeving. En dan is het fijn dat ze op deze plek in gesprek kunnen met de gastheren en de gastvrouwen. En toch een luisterend oor vinden en altijd hun verhaal kwijt kunnen. Ja. Aandenken. Hier is ruimte voor mijn verdriet, een plek waar ik me begrepen voel. Thuis is niemand die op me wacht, maar ik wil praten zonder enig doel. Ze zeggen, je moet toch verder? Ik ben nog niet zo ver. Ze zeggen, het is zo lang geleden gebeurd. Ze zeggen net niet, je hebt nu lang genoeg gezeurd. Gemis kent geen tijd, verdriet en woede evenmin. Ik wil aan je denken. Aan het waarom. Het geeft mijn leven zin. Denken aan het verloren kind, de geliefde ouder of levensgezel. Even met iemand praten, ervaringen delen. Hier begrijpen ze dat wel. Dank je dat je naar me toe kwam. Dank je dat je de tijd voor me nam. Bij jou kan ik mijn verhalen kwijt. Want jij weet, liefde is voor altijd. Wat doet Kom Erbij nog meer? Kom Erbij heeft ook een meldtelefoon voor mensen die eenzaam zijn. En daarnaast organiseren ze ook allerlei bijeenkomsten om mensen met elkaar te verbinden en mensen iets aan te bieden. U bent coördinator, maar bent u ook wel eens hier aanwezig geweest? Ja, ik ben zeker hier aanwezig geweest en ook nog steeds aanwezig. Vooral in het begin was ik met de vrijwilligers op de dagdelen hier aanwezig. Nu zijn er koppels van 2, een gastheer en een gastvrouw samen. En de nieuwe mensen die er straks bij komen, nog 2 gastheren en gastvrouwen, gaan eerst meelopen. En dan zal ik ook regelmatig aanwezig zijn om te kijken of er nog iets nodig is en hoe het gaat. Ja, ik blijf het nauw volgen. Het kan soms best emotioneel zijn, maar dat hoeft niet. Het hoeft niet, nee. Soms hoor je wel inderdaad aangrijpende verhalen of verdrietige verhalen. En dat kan best heftig zijn, maar soms ook heel luchtig. En soms vinden mensen het ook gewoon even fijn om te kletsen en mooie herinneringen op te halen.